Hoi, ik ben Alike van Moneybird en vandaag neem ik je mee in een korte video over factuurnummering. Dit is een onderwerp waar we regelmatig vragen over binnenkrijgen, dus ik ga je vandaag laten zien hoe het werkt. Zoals je ziet heb ik in mijn administratie een aantal facturen staan. Deze staan op volgorde van nummer. Via het tandwiel instellingen en dan nummering kun je zelf je factuurnummerschabloon instellen. Je kunt hier bepalen hoe je factuurnummer eruit gaat zien. Voor de Belastingdienst is het wel verplicht om een opvolgernummer te vermelden. Hier zorgt de ID-tag automatisch voor. Deze tag wordt dus automatisch vervangen voor het volgende nummer. Dit nummer zal altijd automatisch oplopen en als je ook de year-tag gebruikt, begint de ID-tag volgend jaar gewoon weer opnieuw. Heb je bijvoorbeeld al facturen verstuurd buiten Moneybird, dan kun je hier het eerstvolgende nummer invullen, zodat de volgende factuur het juiste nummer krijgt. Verder kun je bepalen welke andere informatie er in het factuurnummer komt. Als je in deze bar klikt, kun je andere tags toevoegen. Als je bijvoorbeeld wil dat het kwartaal wordt toegevoegd en het maandnummer, dan zie je hieronder hoe je factuurnummer eruit kunt zien. Als je bijvoorbeeld gewoon tekst toe wilt voegen, dan kan dat ook. Je ziet het hier direct veranderen. Ik ga weer even terug naar mijn factuurnummerinstelling en sla deze wijzigingen op. We gaan nu even verder met het toevoegen van een nieuwe factuur, een zogenaamde conceptfactuur. Ik ga nu een conceptfactuur toevoegen. Ik ga hier even snel doorheen, maar mocht je willen weten hoe je facturen maakt, bekijk dan onze video Factuur maken. Op het tabblad Facturen kies je voor Factuur toevoegen. Je selecteert het contact waar je de factuur naartoe wil sturen. In dit veld zie je ook welk factuurnummer deze factuur gaat krijgen. Ik voeg even wat factuurregels toe en sla deze factuur op. Als je kiest voor verzenden, verzend factuur, zie je ook dat deze factuur het nummer 2019-0010 gaat krijgen. Maar deze factuur krijgt het nummer pas als je de factuur echt gaat versturen. Ik ga even terug naar het facturenoverzicht. Je ziet hier direct meerdere conceptfacturen staan. Ik ga deze conceptfacturen beide even versturen, zodat je ziet wat er met het factuurnummer gebeurt. Ik begin met conceptnummer 17. Verzenden. Verzend factuur. 2019-0010. En je ziet dat dit factuur 2019-0010 heeft gekregen. Dit zie je ook terug in het facturenoverzicht. Als ik dan de tweede conceptfactuur verstuur, zie je dat deze factuur 2019-0011 krijgt. En dit zie je ook weer terug in de factuur en in het facturenoverzicht. Zo zie je dat het juiste factuurnummer altijd automatisch wordt toegekend. Zoals je zag wordt het juiste factuurnummer dus altijd automatisch toegekend wanneer je een factuur verstuurt. Wanneer je het concept hebt aangemaakt, heeft dus geen invloed op het factuurnummer. Mocht je nog vragen hebben over de factuurnummering of heb je andere vragen, neem dan contact op met onze supportafdeling. Zij zijn te bereiken via support@moneybird.com.